Nou, die gek even links buiten. Mijn naam is Martijn Otte, duo raadslid van de Partij van de Arbeid Leiden. En we staan hier bij voetbalvereniging Dokkels voor mijn column Links Buiten. Afgelopen weekend speelde ik zelf als links buiten mee met LSVV. Dat was niet echt een groot succes. Maar vandaag gaan we het meer hebben over het voetbal. Want waarom? Omdat we het komende donderdag gaan hebben in de gemeenteraad over voetbal vitaal. Het plan van de gemeente om de voetbalverenigingen in Leiden weer sterker te maken. Want ook al zijn er een aantal hele sterke voetbalverenigingen net buiten Leiden, Meerburg, RCL, Voorschoten. In Leiden hebben heel veel voetbalverenigingen problemen dat ze niet zoveel leden hebben, dat ze te veel schuld hebben, dat ze weinig jeugdelftallen hebben. En wij willen graag dat er vitale, sterkere voetbalverenigingen zijn. We hebben nu al 11 voetbalverenigingen en misschien hebben we wel minder nodig. De vraag is alleen, hoe bepaal je dat? Je gaat als gemeenteraadslid niet zeggen, die voetbalclub moet weg, die voetbalclub mag blijven. Dat is niet hoe je daarvoor oordeelt, maar je wilt wel bepaalde richtlijnen stellen. Waar moet een goede voetbalclub nou aan voldoen? Wat willen we dat een goede voetbalclub is? En die eisen zijn dus nu gesteld omdat je minimaal 450 leden moet hebben, geen schuld mag hebben bij de gemeente en dat je de jeugdelftal moet hebben in al die categorieën. En Dokkels, de club waar we vandaag staan, is de enige club in Leiden die aan al die drie eisen voldoet. Dus er moet iets gaan gebeuren. De vraag is alleen, hoe snel gaan we dat doen? Mijn collega Aad van der Luit van D66 had de motie ingediend om daar 1 januari dit jaar al een plan voor te hebben liggen. Maar nu zegt de gemeente, nee, we hebben nog 1,5 jaar extra nodig om het allemaal uit te werken en om clubs de tijd te geven om zich eraan aan te passen. Maar dat betekent wel weer dat het 1,5 jaar langer duurt voordat we eindelijk kunnen gaan investeren in een voetbalvereniging, nieuwe kunstgrasvelden aanleggen of nieuwe stappen kunnen zetten. Dus snelheid is ook belangrijk om er eindelijk keuze in te maken. Dus daarom praat ik vandaag met Jasper van Marwijk, voorzitter van Dokkels, om te vragen waarom gaat het nou hier goed en waarom is het belangrijk dat we snel stappen gaan zetten in Voetbal Vita. Goedendag, ik ben Jasper van Marwijk, voorzitter van de voetbalvereniging Dokkels. En zoals Martijn al stelde, de enige vereniging die voldoet aan de 3 criteria die de gemeente wil gaan stellen. Wat wel een feit is, dat wij eigenlijk graag zouden willen dat deze criteria wat eerder worden gemaakt, want wij willen eigenlijk verder. We zijn al een aantal jaren zijn we al vitaal, we blijven vitaal en we zullen ook vitaal worden in de toekomst. Dus waarom zo lang wachten met deze criteria door te voeren? De club is vitaal, de club is groot, we hebben 800-900 leden, we hebben een goed kader, we hebben een goed bestuur, we hebben veel vrijwilligers, we hebben enorme enthousiasme in de vereniging. We hebben in alle leeftijdsgroepen meerdere elftallen zitten, we hebben heel veel meiden, we hebben heel veel dames, we zijn oprichter van een autisme elftal. Dus enorme activiteit binnen deze vereniging om toch de vereniging Dokkels verder te groeien. Maar kijk om ons heen, kijk hier. We hebben een oude accommodatie en die zouden we graag wat opgeknapt willen hebben. Kunstgras, kleedkamers, de kantine, het oude viaduct waar we nu onder staan, opgeknapt. En dan kan deze vereniging nog jarenlang blijven bestaan tot in lengte van jaren. Dit was de tweede column Links Buiten. Vandaag bij Dokkels met Jasper van Marwijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil je nou dat ik ook een keer bij jouw vereniging langskom? Of dat ik een keer met jou sportbestuurder, sporttrainer of sporter kon praten? Stuur dan een mailtje naar sport071@sleutelstad.nl.